Veel mensen denken er nog niet over na of willen er niet over nadenken. De vele ongemakken die komen kijken bij het ouder worden. Maar vandaag ga ik mijn proefpersonen toch alvast die ongemakken laten ervaren. Dit is het testcentrum van de Wever. Bij de voedingstest schotel ik mijn proefpersoon 4 verschillende gangen voor. Allemaal met een andere vorm en structuur. Om te kijken wat voor invloed heeft dat nou eigenlijk op de manier waarop je koudt en slikt. En ik heb natuurlijk weer een extra hindernis in petto om het allemaal net iets moeilijker te maken. Goedendag. Hallo. Ik ben Tim. Ik ben Toos. Dag Toos. Hallo. Kijk eens, deze leggen we even hier neer. Mag u misschien nodig gaan hebben? Nou, dan is het nu tijd om de hindernis toe te gaan voegen, dus om u te laten ervaren wat ouderen voor problemen kunnen hebben bij het eten bijvoorbeeld. Kijk eens aan. Dan plakken we deze zo hier vast. Ik neem natuurlijk wel kleinere hapjes, denk ik. Boek. Dat valt echt niet mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar het gaat wel een stuk lastiger. Je hebt ook een beetje geknutteld als servet. Mag u best even laten zien. Dit is wat er over is gebleven. Deze is nog steeds volledig schoon. Hoe vond u het eten? Ja, omdat dat zo lastig is om het in je mond te stoppen, heb je kans dat het langs je lippen of jij hier langs gaat. En dan, ja, dan wil je even je mond afvegen. Dan morst u een beetje. En dat was dus nodig. Nou, ik wil u in ieder geval erg bedanken voor uw deelname aan het testcentrum. Graag gedaan. En dan ga ik nou checken bij mijn experts of ik dat eigenlijk al goed heb gedaan, deze test. Zo, ik heb mijn overkleding weer eventjes verwisseld voor mijn normale outfit. Jullie zijn mijn experts van vandaag. Ik heb Toos net onderworpen aan de voedingstest, waarbij ik als extra hindernis tape heb aangebracht op haar wangen om ervoor te zorgen dat zij moeilijker kan eten. Maar is dat nou eigenlijk wel een goede manier om na te bootsen op welke manier ouderen last hebben van bijvoorbeeld slikken of kauwen? Ik denk dat je een kleine weergave op die manier hebt, maar in het echte leven denk ik wel dat ze tegen grotere problemen aanlopen. Nu was het echt beperkt tot eigenlijk de wangen en de lipsluiting. Maar in veel gevallen zie je dat een tong ook halfzijdig verlamd kan zijn of dat de sensibiliteit is afgenomen in de mond, waardoor het moeilijker is om een voedselbolus bijvoorbeeld naar achteren te transporteren. De problemen die zij dus ervaren tijdens het eten, zoals dat dingen uit haar mond liepen. Zijn dat wel dingen die jullie in het dagelijks leven ook tegenkomen? Ja, die zien we heel veel. Dat komt dus ook, hè, als iemand bijvoorbeeld een CVA heeft gehad, kan je een halfzijdige verlamming hebben. Zie je vaak ook dat mensen geen gevoel meer hebben, geen sensibiliteit in de wangen. Ook niet in de mondhoeken. En dan voelen ze dus ook niet eens dat het eruit loopt. Maar die kant werkt dus ook niet goed mee. Waardoor het heel moeilijk is om een hap af te happen of een slok uit een beker te nemen. Dan kan ik me voorstellen, als beschuit eten dus lastig gaat, dat je dan stopt met beschuit eten. Is dat een probleem? Dat kan een probleem zijn, in zoverre niet zozeer die beschuit. Maar we zien vaak wel dat mensen inderdaad minder voedingsstoffen binnenkrijgen doordat ze kou- en slikproblemen hebben. En mensen kunnen daardoor gaan afvallen, ondervoed raken of een risico hebben op ondervoeding. En daar komt gewoon de algehele gezondheid niet ten goede. Mensen worden futlozer, kunnen minder makkelijk uit hun stoel komen. Eigenlijk alledaagse dingen gaan minder goed. Oké, en wat zijn nou veel voorkomende adviezen die jij geeft? Als we even kijken alleen naar het eten en drinken, kun je denken aan consistentieaanpassing. Daarin meenemend ook wel de omgeving. Hè. Denk aan een rustige omgeving. Iedereen wil op een fijne en prettige manier kunnen eten. Mensen met een kwetsbaar brein die hebben toch meer last van externe prikkels. Het is heel belangrijk om daar rekening mee te houden. Want dat kan je ook afleiden, waardoor je sneller gaat verslikken. En op wat voor manier werken jullie eigenlijk bijvoorbeeld samen of werken jullie voornamelijk alleen? We werken heel erg veel samen, ja. Ja, wat moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld een cliënt met zondevoeding, volledige zondevoeding die een NPO-beleid heeft. Na een CVA bijvoorbeeld en we mogen uiteindelijk weer de orale intake gaan opbouwen. Dan begin ik om te kijken welke consistentie gaat veilig en dat oefen ik. Ja, en vervolgens als de intake gaat toenemen, dan betekent dat iets voor de zondevoeding en dan heb ik haar nodig. Ja, dus ik zorg dan inderdaad in eerste instantie natuurlijk dat iemand volwaardig gevoed wordt met de juiste hoeveelheid zondevoeding. En vervolgens ga ik berekenen en bekijken welke producten dan ingezet kunnen worden, waardoor iemand toch voldoende binnenkrijgt. Dan zijn er natuurlijk in onze regio best veel logopedistes en diëtistes. Maar waarom zouden mensen nou doorverwezen moeten worden naar de Wever?
omdat wij multidisciplinair samenwerken. Dus alle disciplines die werken echt onderling samen, verwijzen naar elkaar door. En ik denk dat wij heel goed gericht zijn op de kwetsbare ouderen binnen Tilburg. Jullie wel. Voor mij heeft het in ieder geval voor een hoop opheldering gezorgd. Wilt u mensen makkelijk doorverwijzen naar de Wever? Dat kan. Gebruik dan Zorgdomein of bel 0800 de Wever. Bedankt voor het kijken naar het testcentrum van de Wever en vergeet vooral niet onze andere testjes ook te bekijken.